Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op kanaal Creatief met Rebecca. We gaan vandaag weer een mandala stippen. Dus ik zal zeggen, pak de stippenstokjes er maar weer bij. En voor dit project gebruik ik een doek van de Action. Deze is 20 bij 20 en ik heb hem al zwart geverfd, zoals je ziet. En de verf die ik gebruik is van Royal Tanis. Dat zijn deze talents, moet ik zeggen. Dat zijn deze kleine tubetjes. Die zijn natuurlijk verkrijgbaar in iedere hobbywinkel. Ik gebruik 4 kleuren voor dit project. En ik gebruik natuurlijk deze stokjes. Die ook verkrijgbaar zijn in de hobbywinkel. Bij de Bruna en bij Pipo's heb ik ze zien liggen. En ik heb natuurlijk gewoon een klein verfbakje hier klaargezet. En een stukje keukenrol om natuurlijk mijn stokjes elke keer weer schoon te maken. Dus ik zal zeggen, pak gewoon een lekkere kopje thee erbij. Dan ga ik beginnen. Je hebt nog wel een lineaal nodig en een potlood voor het midden. Maar goed, ik ga mijn camera draaien en dan kun jij rustig je spullen pakken. En dan gaan we creatief aan de slag. En dan ga ik natuurlijk alle verf in mijn bakje doen. En nou krijg ik wel eens de vraag, moet je de verf verdunnen of niet? Ik zelf verdun de verf niet. Maar als jij het prettig vindt om mee te werken, om de verf iets te verdunnen, dan mag dat natuurlijk allemaal. Ik pak mijn lineaal erbij en ik ga natuurlijk het midden van mijn doek bepalen, zodat we de mandala mooi in het midden krijgen. En ik hoop natuurlijk dat je deze video weer wat inspiratie uit ophaalt en dat je de video even een duimpje omhoog geeft. En mocht je nog geen abonnee zijn, dan kun je natuurlijk altijd abonneren via de rode abonneren knop. Ik heb mijn eerste stip gezet en de middenstip is een soort parelmoerkleur. En je ziet eigenlijk al gelijk dat die verf wat dunner is dan de andere verfsoorten. Ook al is het van hetzelfde merk, zie je wel dat zwart lichtjes er doorheen schijnt. In principe stoort mij dit niet. Maar mocht je dit ook hebben, dan kun je natuurlijk altijd als jouw project helemaal droog is, nog een keer de lichte punten aanstippen. Zodat je een iets dikkere laag krijgt. Als ik de middenstip heb gezet, zie je eigenlijk al dat ik 2 cirkels gemaakt heb. En dat doe ik natuurlijk door middel van mijn doek draaien. Elke keer wat met de klok mee. En elke stip zetten we weer tussen de andere stippen heen. En zo krijg je een mooie verdeling in je stippenpatroon. Dan zou je eigenlijk alle stippen op dezelfde lengtes en breedtes zetten. Dan krijg je een heel vol geheel en is de balans eigenlijk wat zoek. Dus mijn tip is, probeer altijd tussen de stippen, onder de stip, een stip te plaatsen. En in dit patroon gebruik ik verschillende groottes. En het patroon wat ik hier maak is eigenlijk zelf verzonnen. En mijn patronen die ontstaan eigenlijk vaak gewoon door het te proberen. Je kunt natuurlijk altijd allerlei voorbeeldjes zoeken op Pinterest, waardoor je kunt laten inspireren. Maar ik vind het ook leuk om gewoon zelf patronen te testen en te proberen zoals deze. En soms ben ik bezig en dan zie ik van, nou ja, weet je, dit patroon vind ik helemaal niet mooi. En dan stop ik ook eigenlijk en dan pak ik gewoon een nieuw doek. En nou, op de doeken van de Action kun je natuurlijk heel veel experimenteren met patronen. Dus ik zou zeggen, ga je beginnen met een nieuw patroon. Probeer het dan eerst uit op bijvoorbeeld een doek van de Action, voordat je pas een duurder doek gaat kopen. En met duurdere doeken, dan zie je eigenlijk het verschil in de oppervlakte van het doek. Je hebt heel fijn doek. Je hebt wat doek wat ruwer is. Het van de Action is bijvoorbeeld iets ruwer. Maar dat is ook smaak. En hier gaan we eigenlijk al de vorm van onze mandala maken. En jullie zien dat ik een soort ster bloemachtige vorm aan het maken ben. En dat doe ik door elke keer 2 kleine stipjes te verbinden naar de andere stip. Dus de oranje stip heb ik 2 kleine blauwe stipjes gezet die ik dan weer verbind met de parelmoerkleur. En daaromheen zet ik dan weer grotere stippen die ik dan ook zo meteen weer ga verbinden met elkaar. En mocht je de andere kleuren verf gebruiken, dan is dat natuurlijk ook prima. Ik heb deze kleuren gebruikt, maar je hebt natuurlijk zoveel kleuren verf. En ik gebruik kleine tubes, maar dat is ook persoonlijk, omdat je toch vaak ziet dat je van grotere tubes, als je een aantal keren hebt gebruikt, dan gebruik je die kleur veel minder of helemaal niet meer. En met kleine tubes kun je gewoon heel snel wisselen van kleuren.
En daarom kies ik voor kleinere tubetjes. Nou, jullie zien hier de bloem al ontstaan. Ik heb nu twee vormen achter elkaar gestipt. En soms heb je wel van die kleine puntjes. Dat zie je ook wel bij mij een klein beetje op het doek. En dit kun je natuurlijk altijd een klein beetje wegwerken met een klein vijltje. Dan niet met de volle vel erop, maar heel klein beetje vijlen. En dan zie je dat het puntje van de verf ook weg is. Ik kreeg laatst ook de vraag van, nou ja, hoe kan het dat mijn stippen plat opdrogen? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Het kan te maken hebben dat je het inderdaad te veel verdunt. Maar ik weet bijvoorbeeld ook dat de verf van de Action ook heel plat opdroogt. Dus eerst heb je een mooie stip met zo'n kleine bolling erin. En als het doek droog is, zijn alle stippen plat. En de een zal van platte stippen houden. En de ander zegt van, nou ja, ik wil graag liever een bolling. Dus het kan met verf te maken hebben of inderdaad met te veel verdunnen, maar ook dat is eigenlijk gewoon experimenteren en oefenen van te kijken wat werkt bij de verf die jij gebruikt. Nou, jullie zien eigenlijk al de vormen ontstaan van de mandala en ik ga nu eigenlijk de laatste stippen zetten en dan is dit project eigenlijk zo goed als afgerond. Dan laat ik hem een dag drogen voordat ik hem in het vernis zet. En dan zien jullie hier het resultaat van mijn mandala. Hij is echt net klaar, dus hij is nog hartstikke nat. Dus ik kan er nog niet met mijn handen of vingers overheen. Maar dit is het patroon wat ik gebruikt heb. En je ziet dat de parelmoerkleur iets lichter opkleurt. En nadat ik hem een aantal dagen heb laten drogen, heb ik hem in het vernis gezet. En ik heb het vernis gebruikt van Bleiswijk, wat natuurlijk verkrijgbaar is bij de Action. En zo zien jullie eigenlijk dat hij een mooie gladde beschermlaag krijgt, waardoor je hem eigenlijk op kan hangen. En je kunt hem ook makkelijk stofvrij maken. En ik hoop dat jullie natuurlijk weer wat inspiratie hebben opgedaan om heerlijk te gaan stippen. En voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En tot snel! Bij een nieuwe creatieve video.